Carlo van Dam, we zouden nog even terugkomen bij het einde van de dag. Hoe verliep jouw eerste kartrace sinds 4 jaar of 4,5 jaar vandaag? Nou, wisselend. De eerste race was best goed. Ik kon om alle crashes en incidenten heen rijden. De snelheid was oké. Okay. Tweede wedstrijd was de snelheid iets minder. En omdat het zo competitief is, het hele veld hier rijdt binnen 2/10. Ja, kon ik net even niet mee rijden met het groepje waarin ik zat. Maar ik heb veel plezier gehad en dat is ook belangrijk. Dat is een van de belangrijkste dingen natuurlijk. Ik zag dat je in de training een halve seconde eigenlijk tekort kwam. Nog 4/10 was het geloof ik op de kop. Het is natuurlijk niks, maar je zei vanochtend al heel competitief. Werd te ver gereden? Ja, best wel hard. En helemaal met Formule auto's denk ik dat je een paar man per jaar misschien inhaalt of die voorbij komen. Maar hier is natuurlijk elke ronde weer vechten. En ja, daar zat ik op zich best goed in gelijk, de eerste wedstrijd. Maar het is toch weer even wennen, inderdaad, na bijna 7 jaar. 7 jaar niet in de kart gezeten. Gaat het harder? Ik heb niet veel met de schakelkart gereden in mijn kartperiode. Gelukkig de afgelopen jaren nog wel een beetje getraind. Maar uiteindelijk gaat, ik denk, qua ontwikkeling wordt het materiaal wel iets beter. Alleen de karts worden continu zwaarder en de banden worden slechter. Dus in dat geval scheelt het niet zoveel. Oké, volgende wedstrijd. Ik hoop erbij te zijn, maar ik heb ook wat afspraken in Korea. Dus ik moet even kijken hoe dat gaat uitkomen. Oké, nou ik hoop je in ieder geval bij de volgende kartrace nog een keer terug te zien. Ik wens je heel veel succes met je autosportcarrière. En mocht er de sponsor zijn, dan kunnen ze jou altijd vinden via Google en dat soort dingen. Ja, natuurlijk. Altijd via mijn website of kunnen mensen mij vinden. Heel veel succes in de toekomst en we spreken elkaar gauw weer. Dankjewel.